als ik voor de weer, hè? Ja. Ja, het valt nu nog mee eigenlijk. Ja, wat ik gekregen had, heb ik al voorbereid, maar dat ging in de gang. Dat kost ook niet een op. Maar ik denk niet meer. Els, er is een route van de Ritter naar Haarlem, maar er is ook de route omgedraaid, dus maar laten we zich helemaal beginnen. Ja. En dan weer een boekje mee. We zijn vandaag in de Ritter, het is 5 mei, bevrijdingsdag. Het weer is niet zo heel goed, maar dat is niet erg. Vandaag kunnen de mensen officieel beginnen met fietsen. Dat wil zeggen dat de hele route nu klaar is. Alle lapjes, zoveel mogelijk lapjes, zijn opgehangen. Er is een fietsroute op. In ieder dorp is die wel op een plek te koop. En die fietsroute die kan gefietst worden tot in september. Want in september dan zijn nog de open monumentendagen en dan zijn ook nog de voorstellingen op de Spik, hè, Vossen van de Spik, het toneelstuk. Daarna halen we alle lapjes weer netjes weg. En die gaan we dan kijken wie ze eruit zijn, we gaan ze wassen en we willen er heel graag een herinnering van maken. Als een soort kunstwerkje met een kleine K. En die herinneringen die willen we dan ter beschikking stellen ook van de instellingen die met gebreid hebben. Misschien mogen we er ook een op het gemeentehuis hangen. Hè? Dus als herinnering aan Leudal 75 jaar bevrijd. Ja, we merken nu al dat er heel veel volg is, al voor 5 mei. Hè? Dat we zochten van ja, ik kan wel niet fietsen, want er is nog niet alle nummers hangen.